winderigende benen. Okidoki. Dat is uienzoek. Dus ja, helemaal onlekker hopelijk. Goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer maandag. En we leven op de 29ste alweer. Gaat het hard, hè? De 29ste alweer. En het is 13:53 en de wilde ritje naar binnen. Hopidopi. Hi, kind. Rustig, hè? Rustig, hè? Ja, jij wil ook naar buiten, maar jij komt in de buiten. Jij krijgt eten. Maar welkom bij weer een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. En we gaan er gewoon weer tegenaan. Ik ben niet helemaal in orde. Ik ben wat misselijk en hoofdpijn. Maar ja, gaat bij mij altijd de zaal. En ik heb ook nog rugpijn. Ja, maar dan kan de pret niet boeien. We gaan er gewoon weer door. Ja, simpel. Zometeen de meisjes even uitlaten. Kwart over drie komt Stefan weer, dus ja, hij mag die boksen naar boven de shower. Ja, ondanks dat ze allemaal opnieuw in moeten gepakt worden, wil ik ze toch maar even kwijt en dat opnieuw inpakken, dan komt het andere jaar wel weer. Ja, en dan vraag ik even de dames mij te helpen. Want ik ben dat piekie nog steeds kwijt van een kleine boompie. Er zit nog een piek op, maar die vind ik nog te groot. Dat boompie van de televisie. Nou ja, die vind ik te groot. Ja. Maar ja, maakt niet uit. Kan de pret ook niet boeien. Nee. We gaan er gewoon door. Doe jij je pet eens goed. Kom eens hier. Zo. Hé? Nou, en dan kan de wasmachine alweer draaien. En de droger hek alweer draaien. Dus ben alweer bezig geweest. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is een vreemd weer. Nu schijnt de zon, maar er komt alweer bewolking op zitten. Er komt weer een winterse bui aan. Dus ja, ik hoop voor die tijd weer thuis te zijn. Dus ik ga me klaarmaken om met de meisjes te lopen. En ik zeg tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden. Stefan die is net de deur uit. Hij is nog niet de tuin uit, maar dat doet er niet toe. Ik ben lekker al met mijn eten bezig. En ik zet hier een pan vol met uien. En wat gaat het worden? Nou, ik ga het voor het eerst maken, dus ik hoop ook dat het gaat smaken. Dat is uiensoep. Dus ja, helemaal lekker hopelijk. We zullen het beleven. En of het net zo lekker gaat smaken, dan dat de uiensoep van Marianne mij heeft gesmaakt. Dus ja, we wachten het af. Enkel, ik heb geen kaas in huis. Ja, verbrood, maar geen geraspte kaas. Ik denk, ja, dat vind ik ook weer niet nodig. Dat is... Ik heb een kommetje met geraspte kaas gehad en een kommetje zonder en het smaakt net zo lekker. Ja, dus dat is allemaal niet nodig. 1, 2, 3. Maar ik ga daar weer lekker mee verder. Ja, en dan zullen we het beleven hoe het gaat smaken. Maar dat horen jullie en zien jullie dan wel weer. Ze zeggen tot straks maar weer. Een goedenavond, lieve vrienden. Ja, het is alweer avond. Ik moet nog wel eten, maar mijn eten is klaar. Ja. En het smaakt lekker. Ik heb het al even voorgeproefd. Maar ik heb ook eerst mijn meisjes uitgelaten voordat ik zometeen echt waar wel ga eten. En zoals jullie zien, achter de bank, daar is het vlees. Die boksen die heb Stefan mooi voor me naar boven gebracht. Dus ja, het is weer leeg. Ja. Hé? Ja. Oh, lekker ding. Hé? Ja, nou meisje. Hé? Wat is het? Ja, moet kunnen af en toe. En daar ligt nog zo'n lieve. Elwin is ook lief, hè? Kusjes geven. Kusjes geven. Kusjes geven. Geef Elwin een kusje. Nee, Elwin niet kusje. Elwin niet kusje. Nee, potverdikkie.
Maar oké, lieve vrienden. Ja, ik ben blij dat het dan ook weer boven staat. Nou is het tenminste echt netjes weer allemaal. Ik moet enkel nog in mijn kerststukje nog kaarsjes hebben. Maar Mary had die voor me, dus dat nog even krijgen. Ik weet niet, maar ik hoorde vreemde dingen van buiten afkomen. Ja. Nou ja, weet ik niet. Het zal. Ja toch, ik ben nou bezig om weer filmpjes in mappen te zetten. En dat weer in een map te zetten van deze kunnen in elkaar gezet worden. Ik heb allemaal verschillende mappen, anders raak ik zelf door de war. Ik moet ja, eerst alles keurig netjes zien. Van, nou, ik ben dan met 25 november bezig. Dus dat gaat dan in een map. En die krijgt een naam, ook 25 november. En dan, ja, waar gaat het ook weer over? Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Ja, sowieso mijn mannetje, denk ik. Want die was die dag exact 4 jaar en 9 maanden heen. Dus ja. Dus ja, dat ook sowieso, hè. Mijn mannetje. Altijd mijn mannetje, ja. En dan ook de kerstspullen. Gaat het ook iedere keer nou over? Want in die leeftijd, in die tijd zit je nou. Dus ja, allemaal leuk en aardig. En ik ben met die kersttakken bezig geweest. Dat was de 26e, dus ja. En donker buiten, nog steeds. Die twee doorgaanse wegen. Ja, niet fijn om dan dat te moeten belopen. Maar ja, komt goed allemaal. En ja. Ik hou jullie gewoon op de hoogte van het rijden en het zeilen van mijn dagelijkse leven. De ene keer is het saai en geen reet aan. Nou ja, kan er ook niks aan doen, maar dat hebben jullie ook vast en zeker wel, ja. En dat je niet vooruit te branden bent, daar heb iedereen last van, toch? Ja, kan iedereen overkomen, dus jou net zo goed. Ja, dus mag ik dat dan ook meemaken? Ja, toch, ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, ga niet gewoon van jullie dagelijkse slommeringen en van mij ook mijn dagelijkse slommeringen mee. Ik zou zeggen, geniet ze en een hele fijne liefdevolle avond en tot later.